Als jij een goede opzwaai wil, zorg dan dat je in 3 fases naar achter gaat. Welke? Kijk even naar het volgende filmpje. Welkom kijkers bij Golfschool Gelderop. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Mijn naam is Mike Verwieringen. Ik ben golfprofessional op Golfschool Gelderop. Ik breng iedere week een tip van de week op mijn YouTube kanaal. Mocht jij op de hoogte willen blijven, dat kan. Druk even hier rechts onderin bij die rode button op abonneren. Daarna op het belletje. En zodra ik weer een nieuwe tip van de week op mijn site zet, krijg jij een berichtje. En mis je nooit geen enkele tip. Vandaag een tip van de week. Wat is eigenlijk de juiste opzwaai, de juiste volgorde van opzwaai? Ik krijg heel veel leerlingen die vragen bij Mike, moet ik eigenlijk vanuit mijn handen starten? Of meer vanuit mijn schouders, of vanuit mijn armen, of vanuit mijn knieën? En waar zit ik dan in die top? Nou, laten we afspreken, als je een goede opzwaai hebt, dat voel je. En op het moment dat je dan die bal slaat, dan wist je eigenlijk al, zodra je die downswing inzette, hey, ik voelde al dat die goed zou gaan. Of ook andersom. Als de opzwaai niet goed is en je slaat, ja, dan je kunt het niet meer stoppen zodra je die downswing inzet. Maar dan voel je al eigenlijk van, hé, dit wordt hem niet. Dus een goede opzwaai zal ervoor zorgen dat de kans dat je die bal goed raakt vele malen groter wordt. Dus zorg dat die opzwaai goed is. Nou, een opzwaai, als ik die in mootjes zou mogen hakken, bestaan uit 3 fases. Fase 1 is, je zult een draai moeten maken vanuit het lichaam. Je zult een knik moeten maken vanuit je handen, een hefbeweging, een polsenknik. En je zult een hefbeweging vanuit de armen moeten kunnen maken. Hangt natuurlijk ook een stukje lenigheid aan vast. Want iemand die niet lenig is, kan natuurlijk minder draaien en minder heffen. De juiste volgorde van de opzwaai zit hem in. De eerste startbeweging die je zou maken, zal eigenlijk vanuit het lichaam moeten komen. Dus vanuit de grote spieren. Wat we eigenlijk zeggen is, een goede start is eigenlijk meer vanuit de schouders en de armen. Vanuit het borstbeen, eigenlijk het bovenlichaam, maar uiteraard de heupen draaien ook meteen mee. Dus eigenlijk het lichaam roteer ik eigenlijk als eerste weg. Ik doe niks met mijn handen. De handen komen eigenlijk in beweging door de draai, de start vanuit de schouders, vanuit het lichaam. En daardoor gaat de club naar achter. Dus het eerste wat je doet is, en een goede drill zou kunnen zijn, een goede oefening. Pak een shaft of een oude club, maakt eigenlijk niet uit. Hou maar kruislinks tegen het lichaam, neem die golfhouding in en probeer maar eens inderdaad het hoofd te fixeren, maar wel een draai te maken om je lengteas. En ga maar eens kijken of je die draai van 90 graden kunt halen vanuit je schouders. En dan zullen de heupen om en erbij de 45 graden moeten kunnen draaien. Als de heupen te stil blijven, zul je merken dat je die 90 graden niet haalt. Als ik mijn heupen stil hou, haal ik die 90 graden niet, draai ik nou mijn heupen nog een beetje mee, dan zal ik die 90 graden wel kunnen halen. Dus schouders en heupen draaien mooi tegelijk in één vloeiende beweging er doorheen. Er komt even een bal door het beeld. Er is iemand even een bal aan het slaan. Kan gebeuren. Live. Positie 2. 1. Start vanuit de schouders. 2 is, zodra de club net voor het horizontaal zit, zou ik eigenlijk als tweede willen zien. En breng dan die polsknik erin. Dus het is draaien vanuit die grote spier 1. Knik dan die polsen 2. En die hoek van 90 graden, die wil ik er al in hebben voordat de linkerarm, of eigenlijk op het moment dat de linkerarm die horizontale positie bereikt. Niet daarvoor al, maar ook zeker niet daarna pas. Dus als de linkerarm op horizontale positie zit, moet die hoek van 90 graden eigenlijk al erin zitten. Dus het is draaien vanuit de grote spier 1, knik dan de polsen 2. En als je dan nog voelt van ik heb nog spanning, of eigenlijk ontspanning meer, dan zou je eventueel nog een kleine hefbeweging kunnen maken. Ik ben niet zo lenig, dus dit is voor mij het maximale, maar er zijn mensen die kunnen verder. Kijk alleen uit als je verder gaat, dat je niet je linkerarm buigt. Dat is een veel voorkomende fout. Draaien, knikken en om die club nog weg te brengen, willen we die eigenlijk de linkerarm buigen. En die wil ik eigenlijk zo recht mogelijk houden. Goeie oefening, goede drill is eigenlijk als volgt. Eerst keertje droog. Probeer te voelen en hak die backswing maar eens even in mootjes. 1. Vanuit de schouders. 2. Zet dan die pols. En 3. Maak dan die hef. Kijk naar de bal. En maak maar die mooie lichte veegbeweging. Is hij niet goed? Ik hoorde de mat te weinig. Dan wil ik dat gewoon nog een keer doen. Dus 1. En je mag gewoon meekijken. Kijken of die club nog net voor het horizontaal zit. Ja. 2. Die knik.
3D-hef. Kijk terug naar beneden. En maak die mooie brush. Ik hoorde die mooie veeg. Dat is voor mij het teken. Oké, dan mag ik het nou een keer met bal doen. Zelfde drill, zelfde oefening. Start vanuit de grote spieren 1. Voel dat die driehoek erin blijft. Knik dan die polsen 2. Maak dan die hef. Kijk naar de bal. En maak maar die swing. Als je een goede opzwaai hebt, weet ik zeker dat je in je downswing niet te veel meer hoeft te compenseren of zelfs te corrigeren. Dus het wordt makkelijker om de bal constant te dragen. Dus een goede opzwaai is eigenlijk het begin van een goed impactmoment. Succes met oefenen. Vond je het een goed filmpje? Geef het even een duimpje. Wij zien en spreken elkaar weer volgende week.